Nee, echt waar. Er staat een passage in je boek van Goddelijke Liekes. Dames en heren, dat is nu even heel belangrijk dat jullie dat weten. Ik verzin het niet. Ik herhaal. Ik verzin het niet, hè. Niet. Ik verzin het niet. Er staat een passage in. Als je dus het orgasme van uw man wilt versterken of verbeteren, dan moet het dus op het moment dat hij klaarkomt, en ik verzin het niet, een ijsblokje in zijn gat steken. Ik verzin het niet, hè. Nu gaan we dat hier eens allemaal samen praktisch overdenken. Hoe begin je daaraan? Loopt uw vrouw op het moment dat je klaarkomt naar de vriezer? He? Of legt een ijsblokje klaar in een glas op uw nachtkastje en dan kom aan, rap, het is ontsmelten. Ik kan mij niet concentreren, hè. Als ik bezig ben en ik zie een ijsblokje mij aanstaren en ik hoor dat zeggen, vriend, als je durft klaarkomen, ik zit erin, hè. Ijsblokjes hebben helemaal geen toegankelijke vorm. Die zijn vierkant. Er is geen enkel ijsblokje dat een beetje smaller begint en dan langzaam breder wordt. Als je dat nu toch wilt proberen, dan raad ik u zo'n raket aan. Die beginnen een beetje smaller en die worden langzaam breder. Kunnen nog pochen tegen uw vrienden? Ik ben tot scheel geraakt.